Provincie en initiatiefnemer willen dat er in de nieuwe jachthaven op Stadswerven ook 10 historische binnenvaartschepen komen te liggen. Leefwerf de Biesbos is echt een prachtig initiatief en we hopen echt dat varend erfgoed, met name het erfgoed wat gewoon in andere havens lastig te plaatsen is, alsnog een thuis kan vinden in Dordrecht. Maar haar eigen wethouder ligt dwars. Voor 4 schepen is geen plek. We kunnen geen garantie bieden voor een vaste ligplaats in het Wantij, omdat wij contractuele verplichtingen hebben aan een ontwikkelende partij op de Stadswerf. Ik heb hier geen enkele consequentie gehoord wat het zou betekenen als er 4 schepen voor de kade liggen. Geen enkele. Ja, er wordt geschermd met dat zal meer kosten. Nou, ik geloof dat het meer opbrengt juist. Er gaat 2 ton subsidie van de provincie naartoe. Er gaat 1,5 ton van de gemeente naartoe. Tel uit je winst. 3,5 ton. Het is een mooi initiatief. Maar wij willen ook wel kritisch kijken naar de exploitatie van die stichting. Dat geld moet echt ook op een goede manier gebruikt worden. Want dat moet ook weer maatschappelijk te verantwoorden zijn. En dat heb ik verschillende fracties vandaag ook horen zeggen. Zijn er nou 10 schepen nodig om het rendabel te maken, zoals de provincie en initiatiefnemer zeggen? Of worden noodzakelijke extra voorzieningen dan te duur? De raad weet het ook niet. De wethouder moet nog maar eens opnieuw naar een oplossing zoeken. Na de zomer praat de raad verder.